Hans, even over, de mensen snappen het niet meer, wat er allemaal gebeurt. Nee, ik snap het wel. Want ik heb vanmiddag lekker een Thaise massage genomen in Tiel. Waar? Een Thaise massage in Tiel. Dat is echt? Wat voor jou ook, Johan. Prima. Heb je het adres? Ja, ik heb het adres, ja. Wat betaal je daarvoor? €50 en dan word je gewoon een uur lang uit elkaar getrokken. Met happy end? Met happy end. Ze was blij dat het afgelopen was voor mij. Dat was een hele ruk natuurlijk. Dat was een hele ruk, ja. Maar je bent echt naar een Thaise massage gegaan in Tiel. Ja, dat is echt geweldig. Maar wat is dat precies dan? Nou ja, dan ga je liggen. Ja. Dan kleden ze je uit en dan gaan ze je een uurtje bewerken. Ja, maar details zullen we. Maar deed het fijn of was het fijn? Nee, ja. Jij hebt nou echt, je begint nu echt heel veel op die gozer van het voor een prikkie. Ja, voor een prikkie. Ja, met dat verbouwen van voor het huis. Weet je wel? Voor een prikkie. Ja. Een huis voor de prikkie. Nee, Rogier, maar weet je wel, die gozer. Rogier, ja. Kijk alleen maar voetbal. Dat lijkt je sprekend op, Hans. Rot op, man. Echt serieus. Waarom niet? Ja, hij lijkt echt op. Maar Johan, eventjes, ik geef jou het adres. Jij rijdt er wel eens langs. Het is echt de moeite waard. Wat is dat voor een gek, joh? Dat is je vriend. Wie? Nee, daar lijk je inderdaad op, ja. Wat op, joh? Net dacht dat ik verkeering in mijn Hennie Huisman. Voor een frikkie. Rot op, man. Zijn dat twee nichten eigenlijk? Nee, dat zijn geen nichten. Nee, toch? Nee, joh. Die neuken de hele buurt. Ja, nou. Rogier, pruikje op. Heel klein pruikje op. Ja, klein pruikje. Hans, we snappen er niks mee. Nee, maar dat is prima daar. Oké. Uurtje. Lekker man. Is aan te bevelen. Nou, misschien gaan we met z'n drieën een keer of zo. Maar ik vind €50 niet duur voor nu. Nee, maar het kan als niks zijn voor €50. Dat is echt fantastisch. En dan aan het eind lopen ze nog even over je heen. Dat vind ik ook altijd lekker. Ja, heerlijk. Heerlijk. Ja. Ja, maar krijg je een korting of zo nu je dit geroepen hebt? Of de volgende keer? Wat is nou? Nee, ik hoef geen korting, want ik vind het al heel goedkoop. Ik vind het leuk als jullie een keer meegaan. Je kan ook met z'n tweeën in één hok. Lekker man. Nee, dank je. Nee, dat is meer wat voor Rogier, denk ik. Download nu de Veronica Insight app en dan zien we elkaar daar.